Ja, ik ben een grabber, al 3,5 jaar. En het is toch je geld verdienen. En dit jaar zal er meer hardware komen, dus waarvoor ik ook eigenlijk ben. Dus. Laatst op Mysteryland hadden jullie toch een hele bijzondere act, vond ik. Dat jullie voor het eerst ook wat hardere versies van jullie, jullie muziek te horen lieten. Heeft Critical Mass nu een andere koers gekregen? Gaan jullie op een ander publiek richten? Of ga je door zoals het was? Nou, in de meeste discotheken, dus echt 9 van de 10 keer, doen we alleen maar de hardcore remixes. In het begin een beetje commercieel, om de liedjes te herkennen, maar daarna alleen maar de hardcore remixes. Want dat willen de mensen nou helemaal, hardcore en dat soort dingen. Commercieel is leuk voor het grote publiek op radio en tv. Ja, maar voor feesten zo kies je toch echt voor de grote hardcore muziek. Commercieel is leuk voor televisie, dance mash, dat feesten, weet je wel. TMF. Maar ja, de meeste discotheken zijn grabben leeft nou eenmaal heel erg in Nederland. En, merk je nou ook dat Belgen naar je toe komen en zeggen van hey, Critical Mass of... Nee, volgens mij nog niet. Maar jullie zijn nog niet echt doorgebroken in België. Nou, alleen met de Thunderdome toe en de Duitsland ook. Jammer. Heb je nog veel plezier vanavond. Ja, dankjewel. Altijd Pip. Van de band party. Altijd. Stel even voor. Huh? Stel even voor. Hartie Mike Vardinger. Aan de alle huisparties in heel Nederland, in België, in Frankrijk, Eeuwenhuizen, maakt niet uit. Wat vind je goed aan dit feest vanavond? Dat je alles kan zuipen. Ja. Ik slik niet. Kijk maar naar mijn ogen. Nee, okay. Alleen maar zuipen. Ja, feest. Oké, rustig aan vanavond. Clap your hands on the beat, you're here. Clap your hands on the beat, you're here. Clap your hands.
Zin, zie ik. Ja man, helemaal te gek hier ook. Ja? Ja, echt wel. Ik sprak Bees die net. Ja, die is jarig hè. Je meent het. Ja. Heeft je me niet eens verteld? Jij hebt me niet eens verteld man. Kijk, nou, daarom is het juist zo gezellig, omdat Bees die jarig is. Ja, ja, ja. Nou, dat is echt zo. Wat denk je, ik kan het overschrijven. Gaan jullie straks optreden? Ja, laten we het maar doen hè. Ja, ja. Wat verwacht je ervan? Dat wordt wel tof, ja. Die mensen zijn helemaal gek, dus dat is goed. Ja, ja. Wat kunnen we binnenkort voor jullie verwachten? Wat kunnen we verwachten van ons? Ja. Nieuwe plaatjes. Waar werken jullie op dit moment aan of kan je er nog niks over zeggen? Jawel. We hebben net een trackje afgeleverd voor een project van ID&T. Die bestaan 5 jaar, dat komt eraan. En een nieuwe Maas of Hardcore, nummer 5. Ook bezig straks samen met Scorpie, Dana en nog een boel anderen. Het is echt een gezellig plaatje. Wat ga je straks doen met je optreden? Nog iets speciaals? Jullie kennen dat vuurwerk wel van ons, hè? Maar dat was altijd wel leuk zo. Maar vandaag is het gewoon breed. Oké, ik wens je heel veel succes en nog heel veel plezier vanavond. Ja, is goed man. Mazzel in.
Okay, Roger. I had to ask one more question. A friend of mine, Jetro, he asked, why do you always play with your dick during the interviews? What? What? Why do you always play with your dick during the interviews? It's an American thing. All Americans do it. All hip hop is it. It's American. I was like, I'll open for tomorrow. Okay, thanks a lot. We'll be right back.